Ja. Mevrouw van Beukeren, welkom in Nieuwegein. Dank u wel, meneer Evers. Waarom heeft u Nieuwegein als nieuwe standplaats gekozen in plaats van de Tweede Kamer bijvoorbeeld? Ik heb eigenlijk heel bewust gekozen om burgemeester te worden van Nieuwegein. En dat heeft ermee te maken, zoals je weet, ben ik wethouder geweest in de gemeente IJsselstein. Ik kwam heel vaak langs Nieuwegein. Ik kom heel vaak in Nieuwegein. En ik dacht, ja, dat is echt een gemeente waar ik niet hoef stil te zitten. En waar ik gewoon heel graag aan de slag wil als burgemeester. Dus het was een keuze. Maar het is ook wel, en dat heb ik wel gemerkt de afgelopen weken. Mensen denken dat je hiervoor gevraagd wordt. Dat is niet zo. Ik heb echt een sollicitatieprocedure doorlopen. Er waren ook een hele hoop andere kandidaten. 13? 16 zelfs. 16 zelfs? Ja. Ja. Nee. En van 3 dames dus dan? Ja, met mij erbij 4. Of 4 ja. dames, ja. Kijk eens aan. Ja. Kijk, ja. Dus het was een hele procedure, ja. U bent nu een maand burgemeester. Wat is de eerste indruk? Wat denkt u? Dat de mensen van Nieuwegein mij ontzettend vriendelijk ontvangen. Ik heb me, en dat heb ik ook aangegeven in mijn allereerste column, ontzettend welkom gevoeld. Iedereen vindt het leuk om met mij in gesprek te gaan. Ik krijg ook al mailtjes van mensen die mij vertellen, als je dan toch een keertje langs kan komen, kom dan ook gewoon bij mij op bezoek. Ik heb al 2 bruidsparen gehad die 60 jaar getrouwd zijn. Ja, dan krijg je ook echt te horen van mensen die hier al heel lang wonen, hoe zij naar Nieuwegein kijken. Ja, ik vind dat echt heel mooi. Dat soort verhalen, daar ben ik heel dankbaar voor. Het idee wat u had om hier naar Nieuwegein te komen, klopt dus met datgene wat u verwachtte eigenlijk? Helemaal, ja. Helemaal. Ik wist dat Nieuwegein een stad is die bruist. We zitten nu ook in mijn werkkamer. Om je heen zie je de hijskranen. Ja. Er gebeurt van alles in deze stad. En ik vind eigenlijk dat het wel wat beter belicht zou mogen worden. Ik hoop wel dat ik inderdaad ook voor de inwoners van Nieuwegein kan laten zien dat ik er voor iedereen ben. Ik wil heel graag ook met iedereen het gesprek aangaan. Ik probeer heel toegankelijk te zijn, dus dat betekent dat ik zoveel mogelijk naar buiten ga. En wat ik ook belangrijk vind is dat iedereen in Nieuwegein zegt van ik hoor er ook helemaal bij. Want dat is een inclusieve gemeente waar we volgens mij met z'n allen aan mogen werken. Met andere woorden, u wilt open zijn voor alle bewoners van Nieuwegein. Iedereen. Iedereen. Absoluut, ja. Ze mogen u allemaal, bellen niet, maar mailen en aanspreken als u bij de baten bent of bij de componist of waar dan ook. Ik zou het erg leuk vinden als mensen denken, hé, dat is Marijke en ik stap op Marijke af. En als ze mij mevrouw willen noemen, mag dat natuurlijk ook. Maar als ze Marijke zeggen en ze zeggen van, nou Marijke, loop even met mij mee door de wijk, loop met mij mee door de buurt. Dan doe ik dat met alle liefde en met heel veel plezier. Een groot woord tegenwoordig in de Tweede Kamer is polarisatie. Er staan 2 groepen tegenover elkaar. Hoe staat u daar tegenover? Net als heel veel andere mensen vind ik het jammer dat het als mensen tegenover elkaar staan. En ik denk dat het er vooral mee te maken heeft dat je naar elkaar luistert. En ik denk ook dat ik dat als burgemeester heel goed kan. Ik luister naar mensen. En als je, het kan zijn dat je het niet met elkaar eens bent. En dat mag ook. Je mag het ook met elkaar niet eens zijn. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we dat niet meer zo blijven benoemen met elkaar. Want ik denk dat we het ook een beetje te groot maken. En dat komt nu ook wel in ons gesprek. Hè, dat je noemt het polarisatie. Je denkt, ja, wat is nu eigenlijk de polarisatie? We moeten ook denk ik weer op zoek gaan in die ander. En wat verbindt ons in die ander? Nou, dat is iets waar ik me heel erg hard voor maak. Acceptatie bijvoorbeeld erbij? Ja, zeker acceptatie. En ook accepteren dat een ander misschien net iets anders over denkt dan jij. Misschien ook wel weer. Ja, we hebben best een hele zware periode met elkaar gehad in coronatijd. En ik denk dat we daar ook elkaar op mogen bevragen. En mogen zeggen, oh, joh, is dit nodig om zo met elkaar om te gaan. Mevrouw van Beukering, u heeft met de Bakhuis gesproken, over de leverheid en de veiligheid in Nieuwegein. Ja. Wat zijn uw plannen daarin? Eigenlijk wil ik doorgaan op de weg die hij al ingeslagen heeft. En dat betekent dat we en ervoor gaan zorgen dat de buurten leefbaar zijn. Dus dat mensen zich daar fijn voelen. Maar dat ook mensen elkaar leren kennen. Want ik denk dat dat nog wel eens in sommige buurten wat beter zou kunnen. En we gaan inzetten op de veiligheid. En dat betekent dat we iedereen een goede kans willen bieden in het leven. Dus in Nieuwegein zijn ze ook bezig met een evenemententerrein. Is Nieuwegein van plan om landgraaf over te nemen of zoiets dergelijks? Ik bedoel alleen met het zal heel kleinschalig zijn. Wat is de bedoeling?
Nou, volgens mij heeft de raad zich daar heel uitgebreid en ook nadrukkelijk over uitgesproken. Vorige week hadden we daar een raadsvergadering over. Er is een wens om een evenemententerrein in Nieuwegein te krijgen. Wat precies de status daarvan is en waar die moet gaan komen, daar ga ik niet over. Dat is iets wat nu op dit moment nog door het college en ook de gemeenteraad over nagedacht wordt. Dat de wens er is, is mij wel bekend. Dat er ook heel veel partijen zeggen, dat zou heel goed zijn als we een terrein krijgen in Nieuwegein. Die snap ik ook, die wens. Maar hoe of wat, daar gaan we nu mee verder. En ik denk niet dat het zo groot wordt als dat voorbeeld wat je net noemt. Nee. Ja, het enige wat ik tegen u kan vertellen is erg veel succes hier in Nieuwegein. En ik hoop dat we elkaar regelmatig tegen mogen komen. Ik vind het heel belangrijk om zichtbaar te zijn. En dat betekent ook dat ik heel veel op pad ga. En als jullie mee willen, zijn jullie natuurlijk van harte welkom. En ik zal zorgen dat het duidelijk is waar ik ben. En dan zie ik jullie vanzelf. Erg veel succes en dank voor dit gesprek. Dank jullie wel voor jullie komst.